pirates, yes, they rob I. Sold I to the merchant ships. Minutes after day took I from the bottomless pit, but my end was made strong by the end of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing another song of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy. We zijn hier bij San Leo Hira in het kader van Overwegen een leven in vrijheid. En San Leo Hira is historicus en econoom. En die heeft ook een aantal boeken op zijn naam staan. Ik heb hier een paar boeken bij me. Een van de eerste exemplaren was een boek wat eigenlijk voor het eerst de geschiedenis belicht van het Surinaamse verzet tegen het kolonialisme. En de hele historische ontwikkeling daarin. En ik heb hier een boek in mijn handen. En dat is een van de laatste exemplaren, meen ik. Decolonizing the Mind and Emancipate Yourself from Mental Slavery. En dat is ook tevens het onderwerp waar we het met Sandeel over willen hebben. Want Sandeel komt binnenkort in Breda om een lezing te geven over juist hoe het koloniale verleden in Nederland doorleeft. En ook wat voor rol racisme daarin speelt. En ik heb gelijk om in de deur in huis te vallen, heb ik gelijk een vraag over. We zitten natuurlijk nog steeds eigenlijk in de naweeën van de Zwarte Piet discussie. En wat mij opvalt in heel die discussie, en ik wilde een aantal dingen wel naar voren brengen, maar wat mij eigenlijk opvalt is dat mensen eigenlijk racisme en vooroordelen op één hoop gooien. En ik ben heel erg nieuwsgierig van, zou je de mensen kunnen vertellen wat racisme nu eigenlijk is? En waar het vandaan komt? Mm-hmm. Nou, racisme is nauw verbonden met kolonialisme en met slavernij. Racisme is ontstaan uit slavernij. Slavernij is niet ontstaan uit racisme. Dat is een van de dingen die ik
in mijn lezing en workshop duidelijk maak, dat voor de opkomst van slavernij was het beeld in Europa van de zwarte mens positief. En met de opkomst van slavernij en de witte verlichting, want zo noem ik de Europese verlichting, waar filosofen als Hume en Hegel en Kant, die de grondleggers zijn van de witte verlichting, eigenlijk racisten waren in een filosofische uitgangspunt ten aanzien van de zwarte mens. Met die opkomst van de witte verlichting heeft men een ideologie gevonden om te rechtvaardigen slavernij en kolonialisme. En die ideologie was: wit is superieur en zwart is inferieur. Mm-hmm. En dat is de kern van racisme. De kern van racisme is de voorstelling en de afbeelding van de zwarte mens als een minderwaardig wezen. Mm-hmm. Dat is waar Zwarte Piet over gaat. Mm-hmm. Dat is de erfenis van kolonialisme. Dus als vandaag de dag, in de 21ste eeuw, mensen kritiek hebben op Zwarte Piet, dan is het de kritiek op dat kolonialisme. Mm-hmm. En het feit dat er in Nederland zoveel mensen zijn die daar emotioneel zodanig door geraakt worden en in ontkenning leven dat dat zo is, dat het racistisch is, geeft aan hoe diep de erfenis van het kolonialisme geworteld is in deze samenleving. En die discussie over slavernij gaat dus niet over het verleden. Het gaat over de toekomst van Nederland. Precies. Het gaat over de vraag: hoe ga je om met een misdaad die jouw voorouders en jouw natie in naam van jou heeft gepleegd. En dan hebben de Duitsers laten zien dat er een heel eenvoudige manier is om met die misdaad om te gaan. En dat is het te erkennen. Mm-hmm. En dat is te zeggen, wat de Duitsers gedaan hebben met de Holocaust, er is in naam van Duitsland een misdaad tegen de menselijkheid gepleegd. Dat erkennen we. Dat vinden we heel erg. We bieden er verontschuldigingen voor. De Duitsers hebben 200 miljard herstelbetalingen gepleegd aan de Joden, aan de Joodse staat Israël. Ze hebben hun onderwijs veranderd. In de schoolboeken zul je nergens een rechtvaardiging zien van de Holocaust. Je zult nergens zien dat een Jood wordt afgebeeld op een minderwaardige manier verdient om te sterven. Dat zou shocking zijn. Je zou in Duitsland nooit zien dat nazi-officieren vandaag de dag bijeenkomsten organiseren over de goede oude tijd, zoals de Indiërs-veteranen dat doen in Nederland voor de misdaders die zij gepleegd hebben in Indonesië. Ja. Dus die eenvoud die voortkomt uit een gevoel van beschaving, die eenvoud ontbreekt in Nederland. Eigenlijk zeg je dat het beschavingsniveau in Nederland... Het beschavingsniveau in Nederland is verschrikkelijk laag. En de strijd die wij voeren is een strijd voor verhoging van dat beschavingsniveau. De Nederlandse filosoof Erasmus heeft een boekje geschreven om jonge mensen op te voeden. En hij zegt: je moet geen scheten laten in het openbaar. Hij kweekt een gevoel van schaamte. Mm-hmm. Hij zegt: doe het achteraf. Ga naar buiten. Hè? Onderdruk dat gevoel. En zo kweek je beschaving. En tegen de Nederlanders zeggen we ook: je onbeschaamd laat je een scheet. Mm-hmm. Een stinkende scheet. Dat heet racisme. Mm-hmm. Maar je schaamt je er niet voor. Mm-hmm. Je vindt het doodnormaal. Mm-hmm. En de strijd die wij voeren is die beschavingsniveau omhoog trekken. Ja. Ik heb gelijk een vraag die daarbij aansluit. Want we hebben net al slavernij is net al genoemd. En als je een beetje de gangbare geschiedenis over de slavernij leest, dan wordt er gezegd van: nou, de slavernij is op een gegeven moment afgeschaft, hè, vanwege het humanisme en kerkelijke bewegingen. En dat het beschavingsniveau van destijds Nederland en natuurlijk ook de andere landen omhoog ging, waardoor de slavernij niet meer gerechtvaardigd kon worden. Maar is dat de werkelijke reden waarom de slavernij is afgeschaft? Als historicus en econoom, kun je daar wat over vertellen? Ja.
Kijk, wij maken onderscheid tussen twee vormen van afschaffing van slavernij. Mm-hmm. De eerste vorm is een beschaafde. Mm-hmm. En de tweede vorm is een onbeschaafde. Mm-hmm. Die beschaafde, die zegt, die erkent de misdaad. Mm-hmm. Die zegt, hé, ik heb gedurende 300-400 jaar mm-hmm. je gekidnapt, weggehaald van je plaats. Ik heb je vrouw en kinderen verkracht. Mm-hmm. Ik heb je in mijn boekhouding opgetekend naast de varkens en de koeien als mijn bezit. Mm-hmm. Ik heb je vernederd, je naam en je religie ontnomen. Mm-hmm. Ik heb je uitgebuit en onderdrukt. Mm-hmm. En de beschaafde reactie dan zou zijn, sorry. Mm-hmm. Sorry dat ik dit gedaan heb. Mm-hmm. Excuses mm-hmm. dat ik dit gedaan heb. Maar de onbeschaafde vorm is dat je zegt, hé, ik heb je vrijgelaten, dank me maar. En dan verwacht je dat ik zou zeggen, bedankt dat je me niet meer verkracht. Bedankt dat je me niet meer uitbuit. Mm-hmm. Bedankt dat je me niet meer onderdrukt. Mm-hmm. Welk verwachtingspatroon zit er bij die andere kant? Mm-hmm. Welk beschavingsniveau is het dat je dat van mij verwacht? Mm-hmm. Dat ik zeg, bedankt dat je me niet meer verkracht. Ja, ik heb ook wel eens gelezen dat het juist degene waren om de stapje verder te gaan. Dat de plantage-eigenaren kregen een vergoeding omdat de slavernij werd afgeschaft. Ja. En is... je zou verwachten dat de ex tot slaafgemaakte die vergoeding zouden krijgen. Dat lijkt me een logische voor. Dat is het verschil tussen beschaafd en onbeschaafd. In die onbeschaafde afschaffing van slavernij wordt de misdadiger beloond. Ja. In de beschaafde vorm zou de misdadiger gestraft worden. Ja. En zou het slachtoffer gecompenseerd moeten worden. Ja, precies. En dat laat je zien hoe... wat de onbeschaafde vorm van afschaffing van slavernij is. Mm-hmm. En het feit dat tot de dag van vandaag die compensatie die gegeven is aan de misdadiger, daarvan hebben de kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen van die misdadiger hebben het nog steeds. Mm-hmm. En daarom zeggen we vandaag de dag, wat doe je als jij geërfd hebt vanuit de welvaart uit misdaad. Mm-hmm. Wat doe je vandaag de dag met dat gegeven? Mm-hmm. Zeg je van, ja, zo is het nou eenmaal? Mm-hmm. Of zegt een beschaafd mens van, hier moeten we over praten. Mm-hmm. Mm-hmm. Er was laatst ook, die advocaat Spong was in het nieuws en die zei van dat hij nu een manier had gevonden om middels het strafrecht, zeg maar, toch de Nederlandse staat, de banken en de Nederlandse bedrijven aansprakelijk te stellen voor de slavernij, voor de misdaden uit de slavernij, omdat eigenlijk in 1818 al was de slavernij illegaal was verklaard. Mm-hmm. Dus daar zijn ook nog eens wel mogelijkheden toe ook om dat... Mijn standpunt ten aanzien van het juridische aspect is prima, zoek mm-hmm. dat vooral uit, mm-hmm. maar in essentie is het een moreel vraagstuk en een politiek vraagstuk, een vraagstuk van macht. Mm-hmm. Herstelbetalingen is gedaan door mensen die uit morele overwegingen vonden dat dat moest gebeuren. Ja. Of mensen die gedwongen waren, zoals de Duitsers, nadat ze een nederlaag hadden in de Tweede Wereldoorlog, door militaire en politieke macht gedwongen zijn geweest om herstelbetalingen te plegen. Mm-hmm. Maar tot de dag van vandaag betaalt Duitsland aan Israël vorig jaar nog iets van 180 miljoen euro's. En dat is vanuit beschaving. Ja. Er is geen militaire macht die ze zeggen moeten doen, maar ze doen het uit beschaving. Dus juridisch is fijn, maar als het juridisch niet lukt, betekent niet dat je daar niet meer voor moet strijden. Precies. En ik heb me ook wel eens laten vertellen, en misschien dat je daar ook nog wat over kan vertellen, van dat op een gegeven moment slavernij ook wel heel erg duur werd. En dat er ook nog andere redenen waren om de slavernij af te schaffen. Waarom gaat de man die slavernij heeft ingevoerd, mm-hmm. hem weer afschaffen. Mm-hmm. Diezelfde persoon, waarom doet hij dat? Mm-hmm. Nou, de reden waarom die man slavernij heeft ingevoerd, is omdat hij geld verdiende eraan. Mm-hmm. Dus, als diezelfde man slavernij afschaft, en je zegt me dat komt omdat hij het licht heeft gezien, dan zeg ik tegen je, hij heeft zijn portemonnee gezien. Want zijn portemonnee vertelde hem dat er andere manieren waren om meer winst te maken dan deze manier. Mm-hmm. En die andere manieren heeft hij gezien. Mm-hmm. En dat heeft ertoe geleid
dat hij slavernij heeft afgeschaft. Hij heeft gezien dat in Azië meer geld kan verdienen met vrije arbeid, hè, dan met slavenarbeid in de koloniën. Hij heeft gezien dat je met slavenarbeid, met vrije arbeid of contractarbeid in de koloniën goedkoper kon produceren dan met slavenarbeid. En de reden waarom ik zeg, het heeft nooit aan een verlichte ideeën, het is nooit aan verlichte ideeën geweest dat men slavernij heeft afgeschaft, omdat dat racisme, de manier waarop ze keken naar die mensen, was onveranderd. Ze zagen ze nog als minderwaardig. De mensen hebben ze alleen maar juridisch van positie veranderd, maar ze hebben ze gediscrimineerd daarna. Ze hebben ze politieke macht ontnomen daarna. Die mensen hebben moeten strijden om uiteindelijk onafhankelijk te kunnen worden. Dus de verhalen dat we dankbaar moeten zijn voor iets wat zij niet gedaan hebben, moet je niet aan ons vertellen. En bovendien de Hindoestaanse contractarbeiders en de Javaanse contractarbeiders werden natuurlijk ook keihard. Die werden onderdrukt en uitgebuit en vermoord. Er zijn 5000 mensen van honger en armoede omgekomen tijdens contractarbeid. Ja. Ik kan me zo voorstellen van, als ik zo denk van een slaaf die geen inkomen heeft, die is natuurlijk ook geen consument op een veranderende markt. Is dat ook nog misschien iets waar hoe ik dat zou kunnen zien van dat... Nee. Basically was dat was niet de reden om slavernij af te schaffen. Een consumentenmarkt in de kolonie creëren, want de consumentenmarkt was het belangrijkste voor in Europa. Ja. De suiker werd hier naartoe gebracht en hier naartoe verwerkt voor de consumptie in Europa. Basically was het zo dat, neem het rapport dat de minister van koloniën in Nederland schreef bij de afschaffing van slavernij. Die mensen hebben uitgerekend dat naarmate de periode waarin je dat slaafgemaakte productief kan gebruiken, is eigenlijk tussen 15 en 35 jaar. Mm-hmm. Eigenlijk 20 jaar tijd. In de boekhouding werd het ook in 20 jaar afgeschreven. Dus tot je 15e kost het je geld. En na je 35 kost het je geld. Ook geld, ja. Weet je? Dus dat is één punt. Dat is het grootste gedeelte van een leven. Van de kost, ja, maar ze werden ook niet vaak ouder dan 40 hoor. Of 45. Dus dat is één kant van het verhaal. De tweede kant van het verhaal was dit. Die slaven, nee, die... was een machine om mensen te vermoorden. Ze hebben 350.000 tot slaafgemaakt in Suriname gebracht. Aan het eind van de slavernij was er 34.000 over. Dus 90% is gestorven. In Amerika hebben ze ook zo'n aantal gebracht. En die is verviervoudigd. Dus die bevolkingsgroep is juist toegenomen? Is toegenomen. Dat geeft aan hoe in die Caribisch gebied dat de slavernij een moordend machine was. En in Afrika, waar al 12 miljoen mensen waren vervoerd en nog tientallen miljoenen waren gestorven, was als bron van nieuwe leverancier van arbeidskrachten werd steeds moeilijker. En bovendien werd Afrika aantrekkelijker als productiecentra voor rubber en voor andere dingen. Dus je andere landbouwproducten. De verandering, en die had ook een effect van de Haitiaanse revolutie, vergeet je niet. De 1795 was op Curaçao een revolutie geïnspireerd door Haiti. 1804 was Haiti onafhankelijk. Dus ook de geest van verzet. Al dit soort factoren hebben bijgedragen. Maronage ook. Maronage in Suriname en Jamaica en de rest van het Caribisch gebied in Centraal-Amerika. En die hebben gezorgd voor het klimaat waarbij men Europa ging nadenken over de vraag van moeten we het niet op een andere manier doen. En dat waren voornamelijk economische redenen. Dat waren economische redenen. Ja. Een collega... Kijk, racisten moeten niet bij mij komen met het verhaal van dat ze moreel zijn. Weet je? Het klopt gewoon niet. Nee. Dus er is in 1863 is racisme niet afgeschaft. Nee, precies. Nee. Ik heb nog één vraag om voordat we naar dat racisme weer teruggaan in Nederland van... uit mijn hoofd, Armand Sundert. Je hebt ook een heel lijvig boek geschreven over van de daadwerkelijke kosten ook. Van, en wat
eigenlijk, als je het zou gaan berekenen van, stel dat die slaven netjes een salaris zouden krijgen, gezien die tijd, van wat dat voor kosten zouden zijn, kun je daar misschien iets over vertellen? Ja, dus je kunt op twee manieren kijken naar de economische aspecten. Ja. Je kunt kijken naar de vraag, hoeveel producten zijn hier aangekomen? Mm-hmm. Waar geen loon over is betaald. Ja, en Armand heeft dat gedaan en gezegd van nou, het is een paar honderd miljard waard. Mm-hmm. En als je daar loon over zou hebben afgedragen, dan heeft het een bepaald component. Zeg 37 miljard aan loon heeft men niet betaald. Mm-hmm. En als je dat geld wat gegeven is aan de misdadiger, bij de afschaffing van de slavernij, in plaats van aan het slachtoffer, als je het vandaag aan het slachtoffer zou geven, zou het 17 miljard zijn. Dus Armand zegt, zo'n 50 miljard zou je eigenlijk moeten betalen. Ja, ja. Dat is één manier van kijken. Dat is zeker. Er is een andere methode om de economische effecten van slavernij te berekenen. Dat is een methode die ik heb ontwikkeld en die zegt, wat ik geleerd heb op school in de economie colleges, als ik een bedrijf opzet op een land van iemand anders, dan moet ik huur betalen. Mm-hmm. Dat is een normaal principe. De Europeanen hebben de wereld gekoloniseerd, dus ik ga kijken hoeveel oppervlakte hebben zij geen huur over betaald. Ja. Daar ga ik mee beginnen en ik zeg van nou, misschien 1 euro per vierkante meter en dat gaan we berekenen. Een ander principe is dat als ik iemand vraag, wil je mijn huis van me schilderen, dan betaal ik die persoon loon. Dat is een heel normaal principe. Dus ik ga kijken voor al het werk dat al die mensen gedaan hebben, hoeveel uur hebben ze gewerkt in hun leven en hoeveel loon hebben ze moeten krijgen. Ik zeg van, als ik naar de winkel ga en ik pak een flesje cola, dan is het normaal in de economie dat je naar de kassa gaat en je rekent af. En als je ziet dat Europeanen naar het Caribisch gebied gaan en al het goud en zilver stelen en voorbij de kassa gaan zonder te betalen, dan zeg ik, wat had het vandaag moeten kosten? En ik zeg van, als je schade brengt aan iemand, is het normaal dat je die schade vergoedt. Dus ik ga kijken, waarom is die schadevergoeding betaald aan die misdadiger in plaats van aan het slachtoffer. En ik zeg, als je een schuld hebt, moet je rente over betalen. Is heel normaal. Als ik al die principes bij elkaar optel, Westerse economie, dan kijk ik, wat verdienen al die landen in het Westen vandaag de dag. Als ik dat bij elkaar optel en vervolgens kijk, wat ze onschuldig zijn, dan blijkt dat ze 500 euro moeten betalen. Dus dat geeft je een idee dat de economische impact van slavernij en kolonialisme gigantisch is geweest. Ja, precies, precies. Ik, wat mij ook trof in vooral dit boekje, van, ik had dat niet zo verwacht toen ik dat ging lezen. En aan de andere kant, als ik nu kijk naar de discussie die zo plaatsvindt, kan ik me het heel goed voorstellen. Dat zelfs zeg maar in de wetenschappelijke wereld, de universitaire wereld in Nederland, dat eigenlijk nog steeds een bolwerk is van hetzelfde gedachtegoed als waar men destijds het kolonialisme goed heeft weten te praten. Want ik hoor nu zeg maar in de media mensen roepen van, nou ja, ze moeten blij zijn, want als ze mensen nu nog in Afrika hadden gewoond, dan hadden ze het veel slechter gehad dan ze nu Suriname. Weet je, het is een onderdeel van de beschaving geweest en ik las dat jij ook behoorlijk, zelfs al met het afstuderen, hè, dit manuscript werd afgekeurd en dan mocht je niet mee afstuderen. Gelukkig dacht de lezer daar anders over. Maar kan je daar wat over vertellen? Van hoe je zelfs in de wetenschap eigenlijk nog steeds te maken hebt met gewoon eigenlijk keihard kolonialisme? Het is niet zelfs in de wetenschap, het is juist in de wetenschap. Ja. Wij maken onderscheid tussen twee stromingen in de wetenschap. De eerste stroming noemen wij wetenschappelijk kolonialisme. En de tweede is decolonizing the mind. Wetenschappelijk kolonialisme is de productie van kennis met als doel kolonialisme te legitimeren. Ja, precies. Dat is wetenschappelijk kolonialisme. Dus krijg je de meest idiote redeneringen worden opgehangen met professoren waarvan je dokter, doctorandus, ingenieur, professor, god en weet ik veel wat erbij mag zetten. En die presenteren dat als wetenschap. Ja. Neem een voorbeeld. Pieter Emmer. Ja, precies. Dat boek is een heel bekende en vooraanstaande racist. En die zegt
dat die slaven, die slaafgemaakt, die hielden van slavernij. Ja. Ze waren blij met slavernij. Ja, je zou bijna terug willen naar die tijd. Ja. En ja, dat is ook zo. Je hebt in Amerika heb je een aantal mensen gehad. Die hebben een boek geschreven, Time on the Cross. Vogel en Engerman. Als je ziet wat ze lezen. Hè, die slaven hadden eigenlijk vreselijk goed. Ze hadden kleding. Ze verdienden misschien ook nog meer dan hier in Europa. Ze kregen nog vrije dagen. Hè, ja. Ze werden nog... Het is bijna Disneyland. Je vraagt je af, waarom hebben ze het afgeschaft? Ja. Waarom hebben we dit niet gehouden? Mm-hmm. We waren vandaag de dag beter af. En wij gaan naar al die hun argumenten en redeneringen en gaan op basis van feiten en logica gaan we ze toetsen. Mm-hmm. Neem bijvoorbeeld Emmer, die zegt, Nederland had maar 5% aandeel in de slavernij. Mm-hmm. En de implicatie is, het was niet zoveel. Nee, precies. Ja. En de volgende implicatie is, dus is het niet zo erg. Ja. Maar dat is eigenlijk een beetje, als ik nu zo rondkijk, van ook een beetje gemeengoed geworden lijkt ja, het wel. Maar dat is gemeengoed. Ja. En ons antwoord is, was het 5% omdat je niet meer wilde hebben? Ja. Of was het 5% omdat je niet meer kon krijgen? Ja. En we weten dat het 5% was omdat je niet meer kon krijgen. Want Brazilië was Nederlands bezit. En in Brazilië zijn 6 van de 12 miljoen te slaaf gemaakt aangekomen. Mm-hmm. Dus als Nederland Brazilië had behouden, was Nederland vandaag de grootste. Het is niet meer omdat ze niet meer wilden hebben, het is niet omdat ze niet meer konden krijgen. Mm-hmm. Maar als dat zo is, wat zegt het over je mentaliteit en je beschaving? Ja. Dat die 0,0 was. En bovendien, waarom ben je blij met 5%? Want het cijfer waar je blij mee moet zijn is 0%. Ja, precies. Dat is beschaving. Dat is beschaving. En die redenaties mm-hmm. leggen we dus. Alex was Cyprian. Proefschrift geschreven. En daar, en deze mensen zijn zelf met cijfers, toch? Ze denken dat wetenschap is statistiek. Mm-hmm, ja, precies. En wij ja. zeggen, we kennen het vak dat heet How to Lie with Statistics. Ja. En dat vak zegt, je kan statistieken gebruiken, hè? Maar statistieken vertellen niet het verhaal. De interpretatie mm-hmm. vertelt het verhaal. Mm-hmm. Dus Alex van Cyprian die zegt van, ik ga tellen. Die mensen kregen 37 zweepslagen, denk ik. Hè? 37 zweepslagen, dat is niet veel. En wij zeggen dan, wat is dit voor een onzin? Ja, dat is weet echt je? Onzin. Dat is, en dat is wetenschap? Macron X, ja, dat is ja. wetenschap. Macron X gezegd, van als jij een mes in mijn rug duwt, van 10 centimeter, en je trekt hem 2 centimeter af, heb je me dan een dienst bewezen? Ja. Weet je? En broeder Macron X had gelijk. Weet je, als hij zegt, van kijk, we hebben house negroes en we hebben field negroes. En de verhalen van de witte man, zoals die van Alex van Cyprian, die verhalen worden door zwarte mensen overgenomen ja, en de zwarte mensen verteld. Ja? En te denken dat de zweepslagen het criterium zijn voor slavernij, dat is het niet. Vrijheid ja. is het criterium voor slavernij. Maar als mensen op die manier redeneren, ik heb echt zoiets van, sorry, maar dan ben je dus echt niet voorbij gekomen op het niveau. Want je vindt het nog steeds op een bepaalde manier normaal dat dit gebeurt. Inderdaad, dat beschavingsniveau is bijzonder laag voor dat soort wetenschappers. Daarom zeg ik, dit heet wetenschappelijk kolonialisme, ja. omdat het legitimerend werkt. Ja. Het legitimeert een misdaad tegen de mensen. Waarom zouden ze dat willen legitimeren? Waarom ze dat doen, is omdat ze nog leven in de geest van het kolonialisme. Ja. Het is deel geworden, het is diep in hun geest. Mm-hmm. En ze beseffen heel goed dat op het moment dat ik decoloniseer die geest, dan kom ik met onaangename vragen te staan. Precies. Een van die onaangename vragen is herstelbetaling. Mm-hmm. Wat doe je met de welvaart die gecreëerd is met een misdaad tegen de mensen? Mm-hmm. Je hebt die welvaart geërfd vanuit een misdaad. Mm-hmm. Zeg je dan als beschaafd mens, ja, zo so be it, of zeg je, hier moeten we over praten. Mm-hmm. Wat zeg je als blijkt dat de erfenis van het slavernij zit in de Zwarte Piet, mm-hmm. zit in de Sinterklaasfeest. Mm-hmm. Op het moment dat je die erfenis ontkent, dan zeg je, die mensen die Zwarte Piet weg willen hebben, zijn gek. Maar op het moment dat je die erfenis erkent, dan zeg je, hé, hey, dit moet toch vandaag de dag al lang verdwenen zijn. In het kader van dit hele verhaal over racisme, ik kan me herinneren bijvoorbeeld, dat met mijn afstuderen, ik heb sociaal cultureel werk gedaan,
dat ik een scriptie schreef over de verhouding sociaal-cultureel werkers, maatschappelijk werkers en hulpverleners en Antilliaanse jongeren. Omdat ik zelf het beeld had dat, omdat men zo weinig wist van deze jongeren en van hun afkomst, dat ze eigenlijk geen goede hulpverlening konden bieden en ook geen goede begeleiding of goede projecten konden opzetten voor die zouden aansluiten bij deze groep. En ik kan me herinneren dat toen ik aankwam met mijn scriptie, en mijn docent die heeft nagekeken, die heeft mij duidelijk gemaakt dat een aantal dingen eruit moesten. En wat erin stond was voornamelijk de achtergrond over kolonialisme, hoe de verhouding Nederland, Curaçao en Antillen, hoe dat van invloed is geweest op de jongeren en nu nog steeds is hier in Nederland. En mijn pleidooi was dat de sociaal-cultureel werk of de hulpverlener zich moest verdiepen, zou moeten gaan verdiepen in het onderwerp, willen ze enigszins iets kunnen betekenen voor de jongeren. Maar ik moest gaan schrappen. Ik moest uit mijn scriptie verschillende dingen halen, omdat het, ja, volgens de docent deed het er niet toe. En ik kan me zo herinneren, de laatste dag, dus ik kwam niet door de examen heen, in de eerste fase. Na de vakantie kwam ik terug en ik had een gesprek met hem. En ik heb de hele tijd zitten praten en de volgende dag moest ik mijn scriptie inleveren. En ik kan me herinneren, het laatste moment, dat hij tegen mij zei, ik denk niet dat het je gaat lukken. En toen zei ik tegen hem, dan ken je me nog niet. Ik heb keihard gewerkt aan mijn scriptie. Maar hij zei ook nog één ding, ik hoop dat je bepaalde dingen erin laat. Ik zeg, luister, dit is mijn scriptie niet meer. Dit is van jou. Alles wat van mij was, is vervlogen. Ik ga nou met jouw scriptie aan de hand. En ja, en toen ben ik moest ik mijn scriptie verdedigen. Ik heb eigenlijk een paar stellingen genomen. En in het gesprek met de twee docenten, één die had me daarvoor een 4 gegeven in de eerste fase. En die andere die erbij was, die was er voor het eerst bij. Dus die tweede persoon, de tweede docent, die vroeg me, die stelde me een aantal vragen. Precies over die onderdelen die ik eruit heb gelaten, moest laten. Maar omdat hij meer kennis had van de groep waar ik het over had. En hij had ook meer kennis van de verhouding Nederland-Curaçao en wat het betekende. Ik zei, ja, het is niet mijn scriptie. Het is helemaal veranderd. Heel even. En toen, op het laatst vroeg ik aan hun, toen bleek dat ik er doorheen was, vroeg ik aan hun van luister, ik heb leraaropleiding gedaan, wat hebben jullie geleerd? En de eerste zei, ik wist niks over dit onderwerp af. En de tweede zei, ik vind het jammer dat je bepaalde dingen eruit hebt gelaten. Ik ben er verder niet op ingegaan, maar het bevestigde voor mij dat die verhouding, dat het zo ontzettend moeilijk schijnt te zijn voor mensen hier om die verhouding te shiften, om echt ervoor te gaan staan. Nou, zuster, je hebt me net iets geweldigs geleerd. En dat is een kennis met jouw permissie die ik ga willen delen bij de rest. En die kennis is, onze dochters en zonen moeten zich realiseren dat als ze in die witte instituties, die docent naar ze komt en zegt, schrijf je scriptie, dat ze moeten beginnen te antwoorden, sorry, ik bedoel, schrijf uw scriptie. Dus, ze moeten weten dat als ze willen afstuderen, dat ze getraind moeten worden in 2 vaardigheden. Ja. De eerste vaardigheid is niet voor de school. En dit is een vaardigheid om jouw scriptie te schrijven. En de tweede vaardigheid leert je op school. En dat is de vaardigheid om zijn scriptie te schrijven. En dus wij moeten die kinderen zeggen, schrijf zijn scriptie op jouw school. En als je klaar bent, publiceer je eigen scriptie. Zodat men kan zien hoe kolonisatie van de geest werkt. Mm-hmm. Ja. Want de bedoeling is dat als je klaar bent met zijn scriptie, dat je mind zodanig veranderd is dat je daarna zegt, het is mijn scriptie. En daarom zie je dat er mensen zijn, zwarte mensen, die gaan door die opleiding heen en die schrijven de onzin die Emmer en Oost-Indië en Van Stipriaan enzovoort zeggen. En dan noemen ze het mijn stuk. Ik zie stukken en artikelen waar zwarte mensen schrijven dat zwarte mensen van slavernij hielden.
Rudolf van Lier schrijft een boek over samenleving in het grensgebied, wat de basis is voor de onderwijsboekjes in de geschiedenis van Suriname. In de geschiedenis van Suriname, op de lagere school, leren ze kinderen nog dat Suriname geschonken is door de koning van Engeland aan Willoughby. En niemand die de vraag heeft, wanneer hebben die inheemse het geschonken aan die koning? Ja. Dus zwarte mensen, die moeten leren zeggen, ik moet afstuderen en dan schreef ik jouw scriptie, ja. Maar ze moeten ook leren zeggen, en als ik klaar ben, dan mag jij je scriptie houden en dan ga ik de mijne schrijven. Wat je zegt is in feite, als het gaat om de positie van de zwarte mens, die wordt gewoon verslagen, helemaal overgeslagen. Precies. En daarom, niet doen, en daarom moeten we eigen kennis produceren met eigen boeken, eigen schrijvers en eigenlijk met eigen opleidingen. Ja. En we moeten daarom ook vechten om die opleidingen open te breken voor dat andere perspectief. Ja. Mijn reden om mijn scriptie te schrijven zoals ik het in eerste instantie heb gedaan, was een stukje genezing van mezelf, vooral. En door dat proces, helemaal door het proces heen te gaan. Maar ook iets te kunnen betekenen voor de Curaçaose Antilliaanse jongeren hier. Maar wat je niet realiseerde, is dat je met je genezing was gegaan naar een kwakzalver. Terwijl je een dochter had moeten hebben. Ja. Zo goed. Ja. Maar zo heb ik het ook ervaren, inderdaad. Ja. Zo heb ik het ervaren. Ik heb het ook, ja. Ik vond het wel grappig, want dit boekje is natuurlijk al een aantal jaren oud. Eigenlijk voordat het de Zwarte Piet discussie echt tot een hoogtepunt kwam met de arrestatie van Quincy, hè, destijds in Dordrecht. En Nolletse, zei hij, ja. Schreef je hier al over Sinterklaas met Mahatma Gandhi en Nelson Mandela als helpers die de cadeautjes kwamen brengen. Niet als helpers, maar als vervanger van Sinterklaas. Precies, ja. Ja, als vervanger van, niet eens helpers, ja, want dan zit je al in de machtsstructuur. En dat vond ik wel grappig van, want dat, eigenlijk ben je eigenlijk daarmee ook al de hele discussie al vooruit geweest in dit boek. We hebben afgelopen vrijdag in het Belmer Park Theater een tribute to Nelson Mandela georganiseerd. En daar heeft Mitchell Isaias aangekondigd dat 5 december gaat worden de dag van Nelson Mandela. Wij gaan Sint Mandela dag voor onze kinderen invoeren. Dat is het alternatief voor Sinterklaas. Precies, prachtig. Ik heb nog een andere vraag. Ik heb nog twee vragen. Als het gaat, ik wil even terug naar het hele Zwarte Piet verhaal. Mm-hmm. Ik heb zelf kinderen. En in gesprek met moeders, met ouders van dezelfde school waar mijn kind op zit, heb ik het met hun over dat ik het zeer macaber vind dat zo'n personage als Zwarte Piet nu in feesten van kinderen binnengehaald wordt. Waarom? Zoals ik Zwarte Piet zie, het waren een pagekinderen, misschien kan je daar zo meteen nog meer over vertellen. Het waren kinderen die onder situatie van onderdrukking aan het dienen waren. En ik vind het dan heel vreemd als je kinderen die misbruikt werden, gebruikt werden, verbruikt werden, alles, zo'n personage nou meeneemt in een vorm van feest in het leven van je eigen kind. Ik ga bijna van over mijn nek. Kan je iets vertellen over de positie van die kinderen, van de kinderpages, dat mensen beseffen waar het over gaat? Kijk, het is een van de meest emotionele dimensies geweest van slavernij. Mm-hmm. Er waren twee dingen die heel erg waren, kinderen en vrouwen. Ja. Een kind, je moet je voorstellen, je bent ouder, je bent vader, moeder, en onder de meest verschrikkelijke omstandigheden leef je, waarbij je een kind produceert. Ja. Een zwart kind, wat geproduceerd wordt uit een relatie van zwarte mensen die elkaar lief hebben. En dan komt er een man en die pakt jouw kind en verkoopt het net een hond. Wat gaat door jou als vader, moeder heen en wat gaat door dat kind heen? We hebben getuigenissen uit de slavernij hiervan. We hebben getuigenissen van mensen die boeken geschreven hebben nadat ze uit slavernij bevrijd waren. Mm-hmm. En die vertelden wat zij voelden, wat hun moeder en vader voelden bij dit afscheid. Hoe kan het dat dit
deze emotie nooit is meegenomen in de geschiedenisboeken, die sowieso al weinig vertellen, maar wat ze vertellen ook al leugens vertellen. En dat komt omdat als je dat zou weten, net het verhaal van Anne Frank, mm-hmm. hè, dan zou je begrip krijgen voor de Holocaust. Mm-hmm. En de reden waarom je geen begrip hebt voor die Zwarte Holocaust en de erfenis, en daarom Zwarte Piet accepteert, is dat je niet kan voorstellen wat er gebeurt, dat een meisje van 10 jaar, 's avonds door een man van 65, wordt gevoerd om verkracht te worden, en jij als vader en moeder, als je daar tegen wil protesteren, worden je hielen afgekapt, krijg je zweepslagen, hè, en word je met messen bewerkt. Ja. En dit is de realiteit van kinderen. Ja. Pedofielen, die hadden kinderen in bezit. Ja. Dus niet zomaar in bezit, sociaal, het was hun eigendom. Ze konden dat kind van 10 verkrachten als die pedofiel dat wilde. Ja. Die pedofiel kon dat doen, want het was zijn bezit. Ja, en het kind van 10 moest dansen als men dat wilde. Er is een lied, weet je, dat zegt... Hoe ging dat lied weer? Firestorm? Alonki kon dansen. Alonki kon dansen. Alonki kon dansen met grandma C. Mm-hmm. Kom dansen, Alonki. Kom dansen tot plezier van de witte man. Mm-hmm. En dat is wat... dat kind moest doen. Ja. Maar dat kind moest ook werken. Dat was gewoon kinderslavernij. Was normaal. Die kinderen, zodra ze maar enigszins konden, werden ze te werk gesteld. Ja. Maar jonge kinderen, een van die getuigenissen vertelt hoe kinderen het gedrag van hun ouders naapte. Dus een klein kind met een zweep gaat naar een klein zwart kind en slaat dat zwarte kind, ja. Omdat hij gezien heeft hoe die vader, die zwarte, zijn witte vader, die zwarte vader van het kind. En die oefende al. Ja. Weet je? Dat en is dit kinder, is het ja. leven. Ja. En dit beeld, met alle vernederingen daaromheen, wordt vandaag de dag gereproduceerd in Zwarte Piet. En men ziet dat niet, dan denk ik, dan is het iets goed mis. Met de geest van deze mensen. Ja. Wat je nou zegt, het wordt gereproduceerd. Wat mij ook opvalt, ik ken genoeg mensen die heel spiritueel zijn en die bezig zijn met healing en van alles en nog wat. En wat ik dan, en heel veel kennis hebben over energie en hoe dat is. Maar wat me opvalt is dat dezezelfde mensen iets niet beseffen. Op het moment dat je zo'n karikatuur of zo'n personage, hoe je het wil noemen, neemt en je gaat jaar in jaar uit daar een feest omheen bouwen en dat invoeren in het systeem van een hele samenleving, ben je eigenlijk met een ritueel bezig. Ja. Je bent met een heel oud, pijnlijk iets heb je opgepakt en op een rituele manier ben je het aan het herhalen jaar in jaar uit. En voor mensen die met energie bezig zijn, die zo bewust zijn, dan sta ik van te kijken dat men op dat moment wel de scheiding maakt tussen het hele van de hele wereld en dit gewoon laten gaan, alleen maar omdat het een feest is en een ander verpest ons feest. Maar het is een feest, in mijn ogen, op basis, het is gewoon een ritueel, wat keer op keer terugkomt. En waar kinderen uit, ook zwarte kinderen nou in meegenomen worden, en eigenlijk, het is het trieste, het vieren van dat wat is geweest. Ja, en daarom zeggen we, die slavernijdiscussie gaat niet over het verleden. Nee. Het gaat over het heden. Ja. Het gaat over de toekomst. Dat is de discussie over slavernij. Ja. En die rituelen van vandaag, die de elementen dragen van dat verleden, die rituelen kunnen in de toekomst niet meer blijven bestaan. Nee. En dat is de strijd die we voeren om te zorgen dat die erfenis van het slavernijverleden worden weggehaald in de toekomst. Emancipate yourself from mental slavery. En dat geldt zowel voor de zwarte Nederlanders als de witte Nederlanders. Want volgens mij, nou ja, we hebben het er net over gehad, over het verschil tussen de house negro's en de field negro's, zoals Malcolm X dat noemde. Maar als ik kijk in, en dat is voor mij een van de grootste frustraties, hè? Als ik kijk in mijn kennissenkring, vriendenkring, dan over het algemeen misschien 90% van mijn zwarte vrienden en kennissen die hebben allemaal zoiets van, ja, het is over en duidelijk. Zwarte Piet, dat is gewoon een karikatuur van mij. En dat vind ik niet leuk.
En de 90% van mijn witte kennissen en vrienden, die hebben echt zoiets van, waar heb je dit over? Want er gebeuren er ook ergere dingen daar en daar worden mensen gediscrimineerd en mensen met rood haar hebben het ook moeilijk. En hoe komen we daar? Hoe komen we eruit? Hoe emancipate yourself from it? Wat is ook een vorm van mental slavery, alleen aan de, je snapt niet wat... Het heeft twee aspecten, dit ding. Ja. En dan praat ik echt met witte Nederlanders. Ja. Hè? Het is twee aspecten. En ik zeg van, kijk, we kunnen over argumenten met elkaar discussiëren. Laten we die argumenten op een rijtje zetten. Als je zegt, het is een klein ding. Mm-hmm. Waarom doe je dat zo moeilijk? Mm-hmm. Als het zo'n klein ding is voor jou, je vindt het niks. Waarom hang je daar dan nog aan? Mm-hmm. Dan is het toch zo een kleine moeite om er vanaf te komen. Mm-hmm. Dat is argument 1. Het tweede argument dat je zegt, de man is geen zwarte man, het is een witte man die door de schoorsteen is gegaan. Mm-hmm. Dat is mijn counterargument. In Frankrijk hebben ze schoorstenen. In België en in Engeland hebben ze schoorstenen. En een witte man die eruit komt, die komt eruit terug als een witte man met zwarte roetvlekken. Mm-hmm. Hoe komt het dat in Nederland die schoorstenen een Europeaan verandert tot een Afrikaan? Mm-hmm. Je komt er als wit uit en je krijgt grote lippen, dikke lippen. Je krijgt kroeshaar. Je intelligentieniveau daalt, want je gaat als een gek tekeer en een stommeling te huppelen. Wat voor schoorstenen hebben jullie hier? En dan weet je toch, als dat het geval is, dat er iets niet klopt met je argument. En dan zeg ik, kijk. Wie is nou zo emotioneel over dit ding? Mm-hmm. 2 miljoen mensen zijn emotioneel over dit ding. Als zijn zwarte mensen die tegen me zeggen, ik noem de mensen die Zwarte Piet willen behouden, noem ik Sinterklaas racisten. Mm-hmm. En als ik die term gebruik, zeggen ze van nee, het is onwetendheid bij die mensen. Dus dat moet je niet zeggen. En ik zeg, oké, 3 maanden geleden zou ik dat geaccepteerd hebben als je zegt, is onwetendheid. Mm-hmm. Maar na 3 maanden is er een enorme discussie. En nog na al die argumenten zeg je van, hey, er is niks mis met mij. Dan heb ik het recht om je de term Sinterklaas racist op te plakken. Mm-hmm. Ja. Dus ik zeg nu, als dat zo is, dan kom ik bij het tweede aspect. Als het niet meer een kwestie is van argumenten, dan wordt het een kwestie van strijd. En dan moet je 1 ding weten. Mm-hmm. Er is een nieuwe generatie ontstaan die bereid is om te strijden. Mm-hmm. Waar die oude generatie zou zeggen, ik accepteer het maar. Ik heb mijn argumenten op tafel gelegd. En verder doe je geen moeder mee. Mm-hmm. Hè? Zegt die nieuwe generatie, oh, maar dan gaan we nu je leren wat burgerlijke ongehoorzaamheid is. We gaan je leren wat non-violent resistance is. Mm-hmm. We gaan je leren wat boycott is. Mm-hmm. En dat betekent het eigenlijk dat we zeggen, volgend jaar in november, bij de intocht van Sinterklaas, willen wij niet meer met dichtgeplakte mond onze rug naar je toekeren. Mm-hmm. We willen ons omdraaien, de plakband verwijderen. En met opgeheven vuist omhoog zeggen, verbied Zwarte Piet. Mm-hmm. En zeggen, stop racisme. Mm-hmm. En het scanderen, luid en duidelijk. Mm-hmm. En ik vind dat we een jaar nu de tijd hebben om te zorgen dat we die mobilisatie doen. Zodat voor de camera's van Al Jazeera en CNN en BBC dat ook duidelijk kan zijn dat Nederland racistisch is. Mm-hmm. En er zijn mensen die zeggen, nee, Nederland is niet racistisch. Er zijn racistische dingen in Nederland. Maar Nederland is niet racistisch. Dan zal ik je vergelijking geven. Als je een wit hemd draagt en er is poep op je mouw, dan moet je me niet komen. En ik zeg je hemd is vies. Dan zeg je tegen me, nee, het is niet vies, mijn mouw is vies. Dan is er iets goed mis met je. Dan begrijp je niet de relatie tussen geheel en delen. Ja, dat het geheel bestaat bij de gratie van delen. Ja. En jij denkt dat een geheel kan bestaan zonder kopje. Ja, precies, dat is inderdaad een argumentatie. Dus ik denk dat wij moeten beseffen dat argumenten alleen niet voldoende zijn. Nee. Wat me ook wel opvalt is van, juist door deze, eigenlijk, ik vind het ronduit stomzinnig hoor, van hoe men gereageerd heeft. Los van de echte extreme racistische reacties die duidelijk racistisch zijn. Mm-hmm. Maar meer zeg maar een grote middenmoot die met allerlei ontkenning komt inderdaad aan van mijn mouwen, dat hoort niet bij mijn blouse, want dat is alleen maar mijn mouwen.
Er wordt nu een hele beerput opengetrokken van wat laat zien dat het veel verder gaat dan Zwarte Piet. Dus juist met de ontkenning van om eigenlijk in een goed gesprek te komen over Zwarte Piet, ja, wordt eigenlijk, iedere dag staat er wel wat in het nieuws over van hier racisme, daar. Het rapport van Amnesty International over de etnische profilatie, profileren, zeg maar, bij de politie. Wat Anoussa in die uitzending noemde van, hey, we hebben het over gelijkheid, maar er is helemaal geen gelijkheid in Nederland. Want als je kijkt naar de sollicitatie, de mogelijkheden, het gebruiken van postcodes waar we mensen wonen, er is gewoon eigenlijk structureel racisme. Ja. En voor de Zwarte Piet discussie, hadden we al de illusie dat dat niet zo was. Dus eigenlijk wordt het alleen maar duidelijker. Ja. Kijk, ik denk dat de tijd van luisteren en praten alleen is voorbij. Mm-hmm. Mm-hmm. We hebben nu de tijd van eisen. Mm-hmm. We hebben de tijd dat we eisen mogen stellen. Mm-hmm. Een eis mogen stellen voor gelijkheid. Mm-hmm. Een eis mogen stellen voor sociale rechtvaardigheid. Dat is het eigenlijk. Dus ik vind dat wij nu ook moeten zeggen, we moeten in Nederland affirmative action invoeren. Mm-hmm. We moeten in Nederland de wetgeving zodanig veranderen dat racisme op de arbeidsmarkt bestreden precies. wordt zoals dat in Amerika precies, gebeurt. Precies. En men wil het niet horen hier. Precies. En als een zwarte voorvechters die in het parlement zitten en in de gemeenteraden praten er niet over, maar wij moeten dat hard durven zeggen. We eisen positieve actie in Nederland mm-hmm. tegen racisme mm-hmm. op de arbeidsmarkt. En ik vind dus dat we niet bang moeten zijn, die angst van ons moeten weghalen om dit soort eisen te stellen. Mm-hmm. En dat is wat wij geleerd hebben, om netjes en braaf ja en amen te zeggen en maar steeds te luisteren en onze mond niet open te doen, mm-hmm. want als we onze mond open doen, dan word je ergens ontslagen. Mm-hmm. En ik denk dat die tijd voorbij is, hè, dat we nu zeggen van, nu moeten we de eisen kunnen stellen voor een beschaafd Nederland, waar gelijkheid en vrijheid en rechtvaardigheid kan heersen. En tegen witte Nederlanders, hè, die van goede wil zijn, en witte Nederlanders die niet van goede wil zijn, daarvan tegen beide zeg ik van, kijk, laat me je een voorbeeld geven van een witte gouverneur in Amerika, die een museum heeft geopend voor Harriet Tubman. Mm. En Harriet Tubman was een van de vrouwen die tijdens slavernij in Amerika een voorvechtersrol heeft gespeeld. En die witte gouverneur zegt, Harriet Tubman heeft mij bevrijd. Precies. Hij heeft mij bevrijd precies. van vooroordelen precies. en racisme. Precies. Als ik verder wil in dit leven, moet ik mijzelf bevrijden. Als jij denkt dat het probleem steeds is bij die ander, precies. en je ontkent dat het probleem zit bij jou, mm-hmm. dan ga je zelf nooit bevrijd worden. Nee. Op het moment dat je erkent van, hey, er is een probleem in deze samenleving, mm-hmm. er is een probleem hier bij mij, dan moet de andere kant ook bereid zijn om een hand uit te steken. Mm-hmm. En de wrok achter je te laten en de boosheid achter je te mm-hmm. laten en te zeggen van, laten we die handen uitsteken naar elkaar toe en te zorgen dat je hier een beschaafd en sociaal rechtvaardig land ja. kan. En ik denk dat het mogelijk is mm-hmm. dat er vooralsnog een kleine groep is, maar de boosheid bij grote groepen mensen is een boosheid, een terechte boosheid, maar denk niet dat het puur wrok is. Mm-hmm. Het is een boosheid over onrecht. En ik denk dat het overgrote deel van die mensen die boosheid in een wim van zich kan laten afvallen, precies. als er aan de andere kant iemand staat die erkent, weet je, precies. dat er iets mis is en bereid is om daar samen wat aan te doen. Ja, het is grappig dat je dat zegt, want ik ben het daar helemaal 100% mee eens. Het lijkt alleen op of nu we in deze fase terechtkomen dat heel veel witte Nederlanders deze fase die jij noemt over willen slaan en eigenlijk al in die groep zitten. Laten we die wrok vergeten, dat hoor ik heel veel als argument. Hè, van ja, jullie komen, maar dan denk ik bij mezelf, dat is makkelijk. Je wil eigenlijk niet de strijd tegen racisme en strijd tegen Zwarte Piet als icoon van het racisme, zeg maar. Vind je heel vind je vervelend. Dan valt je, dan wil je zo snel mogelijk skippen van ja, maar. Maar er moeten eerst dingen gedaan worden voor je daar in de vergeving kan komen en voordat je de wrok achter je gelaten kan worden. Je kan alleen iemand vergeven als die vergeven wil worden. Precies. Als die persoon niet vergeven wil worden, dan kan je net zoveel willen vergeven, maar het helpt niet. Er moet eerst iemand zijn
die zeggen, ik wil inderdaad vergeven worden, dan moet de andere kant ook bereid zijn om te vergeven. Ja. Maar als iemand tegenkomt en zegt van, luister eens, er is niks mis, waar valt er te vergeven? Er valt er niks te vergeven. Dus ja. Ik denk dat als iemand tegen mij zegt van, stop met protesteren, dan zeg je, ik stop direct met protesteren als jij direct stopt met onrechtvaardigheid. Ja. En dus kunnen wij die deal sluiten, dan is het gisteren gesloten. Ja. Maar zolang die onrechtvaardigheid en dat racisme bestaat, net zolang zullen wij doorgaan met protesteren. En structureel bestaat. Absoluut structureel. Ja, en ik denk dat ik nog een laatste vraag heb. En zelfs als het incidenteel is. Ja. Ja, ja, wij zijn ook tegen incidenteel racisme. Precies. We zijn niet alleen tegen structureel racisme. Nee, incidenteel racisme is ook fout. Het is altijd fout. Ja. En, racisme is dus een ideologie. Daar zijn we mee begonnen hè, met het gesprek. En, hoe ga je die ideologie, zeg maar, hoe ga je eigenlijk weer een positieve brainwash krijgen dat die resten van die ideologie, want eigenlijk, als je om je heen kijkt, is de bevolking in Nederland, leeft nog vanuit een ideologie die ze zelf niet als ideologie erkennen. Hoe maak je dat ongedaan? Door geen ideologie, maar wetenschappenbedrijven. Ja, 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 ja. Door te zeggen, laten we terug naar de basis van kennisproductie. Ja. En dan zou het moeten beginnen met pluriformiteit te erkennen op de universiteiten en de hogescholen. Ja. Wat er moet gebeuren, is zoals in Amerika en in Engeland, Black Studies Departments zijn. Departments, die faculteiten, die vakgroepen moeten nu op de universiteiten komen. We moeten Black History en Black Consciousness en Black, noem maar op. Er moeten in het onderwijssysteem het recht van het andere perspectief moet erkend worden. Precies, ja. En dan mag je, ik vind dat racisten ook mogen doseren op de universiteit. Ik vind dat rechtse mensen ook moeten doseren op de universiteit. Maar ik vind dat antiracisten ook moeten ik vind dat de andere decoloniale theorieën moeten daar een plek krijgen. Dus je moet de universiteiten openbreken en daar ook plek creëren voor de andere kant van het gelijk. Want er is nu gewoon sprake van fundamentele ongelijkheid daarin. Absoluut. Ja. En op het moment dat dat gebeurt, gaat het zich vertalen in de schoolboeken, vroeg of laat, in het voortgezet en basisonderwijs. Precies. Oké. Dank u wel. Ik wil de tweede groep, hè, wat onze aandacht verdient, is vrouwen. Ja. Waarom? Omdat vrouwen droegen de grootste last tijdens slavernij. In een heleboel opzichten. Ten eerste moesten ze gewoon werken. Net als iemand eerder anders moesten ze werken. Ja. Maar ten tweede, er waren vrouwen die net als alle andere vrouwen in de wereld, net als alle andere mensen in de wereld, konden ook verliefd zijn. Ja. Konden ook houden van iemand. En het kon gebeuren dat ze hield van een zwarte man en 's avonds naar het bed moest gaan van een witte man. Die haar als eigendom had. Zoals hij ook koeien en paarden als eigendom had. Ja. En dan kon hij die vrouw verkrachten en terugsturen naar degene van wie ze hield. Ja. En als diegene van wie ze hield zou protesteren, dan wist ze wat er met hem zou gebeuren. Ja. En dat is de last die ze droeg. Want de last die ze droeg, dat uit de verkrachting van haar, als daar een kind uit voorkwam, ja, dan bleek dat die vader dat kind bijschreef in de boekhouding, ja, naast de kippen en de koeien. Ja. En dat moet je als moeder zien. Ja. En dan zien we de grote hypocrisie dat als men praat over het gezin, het zwarte gezin en slavernij, heeft men het vaak over zwarte vaders die hun kinderen in de steek laten. Maar het waren witte vaders die hun kinderen in de steek laten. Ja. Het waren witte vaders die hun kinderen bijschreven in de boekhouding, ja, naast de varkens en de paarden. Ja. En de emotionele last daarvan werd gedragen door die vrouw. Ja. Maar wat erger was ook voor de vrouw, en waar zwarte mannen zich iets van moeten aantrekken, is de erkenning, ja, dat dit er is geweest, ook na de afschaffing van de slavernij. En dus de vraag van zwarte mannen, van hoe wil je zwarte vrouw en je kind, je dochter en je moeder behandelen? Mm-hmm. En ik zeg dan ook vandaag de dag, is dat er een plicht rust, ja, op zwarte mannen.
om te erkennen die last die onze moeders en dochters en vrouwen dragen. Om die last, daar moet je iets mee doen. En je kunt niet je verantwoordelijkheid ontlopen door te zeggen, hé, ik neem geen verantwoordelijkheid om samen met die vrouw waar ik van hou, te laten met de lasten die zij alleen dragen. Ik denk dat wij onze vrouwen moeten behandelen, niet alleen met het respect wat ze verdienen en de liefde die ze verdienen, maar juist als je kijkt naar het verleden, zouden wij moeten zeggen, dat verleden zou ons moeten inspireren om te zeggen, we zouden meer moeten doen voor onze vrouwen dan we ooit hebben gedaan. Als ik zo denk aan vrouwen, ik associeer vrouwen altijd met het symbool van overvloed eigenlijk. Het overvloed omdat ze het kind kan dragen, leven eigenlijk hier op aarde brengt. Maar ook omdat ze gewoon van nature een kind voedt. Ja. Wat iets is wat in haar natuur zit. En op het moment dat niet kan, zowel voor het kind als voor een vrouw, is het ervaring, het directe basiservaring van dat er overvloed voor je is, wordt afgekapt. Ja, ja, ja. En dat is ook iets wat ik zie in dat hele slavernij en verleden, dat eigenlijk in de basis, in de core van de zwarte mens, is dat eigenlijk ingeprent dat er voor jou in wezen geen, niet zoiets bestaat als overvloed. Mm-hmm. Want je krijgt het, en het is gewoon in de psyche, je krijgt het via die vrouwelijke energie, via de vrouwelijke kant. Wat ik al zei, dat je zegt, de vrouwelijke kant is voor ons allemaal de basis van het leven. Het is de womb. Het is de ruimte waarin een zaad groeit. En als je daar geen respect voor hebt, en als je die vrouw verkracht, en als je dat kind weghaalt, dan ben je precies daar aan het zijn. En soms heb ik het idee dat degene die dit deden, wisten wat ze aan het doen waren. Ja. Ze wisten dit. Ja. En het is voor ons nou tijd om wakker te worden, ja, om te beschrijven. Healing, 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 ook op dit gebied. Ja, zeker. Ja. Verkrachting doe je niet onbewust. Nee. Verkrachting doe je bewust. En de erkenning van de dubbele last die vrouwen dragen, en de driedubbele en vierdubbele last die ze dragen, is denk ik, in de strijd die wij voeren, kunnen wij geen blinde vlek hebben hierop. Nee. Wij moeten onze ogen ervoor openen, en wij moeten zorgen dat we die dingen doen die nodig zijn, weet je, voor dat healingproces. Ja. Niet alleen healing zwart-wit, maar ook healing man-vrouw. Dankjewel. Bedankt. Echt bedankt. Ja. Voor dit gesprek. En wij hopen je te ontmoeten in Breda, waar er een publiek bij is die heel veel vragen kan stellen. En waardoor we ze alle gewoon verder komen. Ja. Dank jullie voor de uitnodiging en ik kijk er naar uit. Dankjewel. Them think we're weak, and we can't stand up on our feet. But make them go on, know it come, but a view of the real ride is down. Make them go on, know it come, for in the end is view of the ride is down. I am